Oranje movies. Jongens, dat dit is weer eens een magische periode van het jaar. Namelijk de periode met zowel Kerstmis als Sinterklaas. En we gaan het vandaag hebben over Sinterklaas. Maar eerst moet ik jullie welkom heten in dit nieuwe decor van Oranje movies. Binnenkort gaan we vanaf hier elke donderdag de Banjo Break doen op Banjo Movies. Binnenkort zal de Banjo Break echt elke donderdag zijn. Alleen het is nu zondag en ik wou gewoon een video doen over Sinterklaas. Dus daarom alsnog de Banjo Break. No money. Vroeger kreeg ik altijd alle cadeautjes van Sinterklaas. En nu ik wat ouder ben moet ik surprises maken voor andere mensen met Sinterklaas. Dat kost me geld en heel veel moeite. Dat het me geld kost, tot daaraan toe. Maar moeite, dat is een beetje het ding. Ik ben lui. En dit jaar had ik voor de surprise Stefano. Dus ik heb Stefano getrokken. Nee, niet zo. Zo bedoel ik niet dat ik Stefano heb getrokken. Man, wat is dit? Het mogen duidelijk zijn dat Sinterklaas en ik een redelijk grote geschiedenis samen hebben. Ik moet direct denken aan één moment. Help. Bobardo, toch? Ho. Moesten we dat laten zien? Kom op, jongens. Het is Sinterklaas. Ik heb wat in mijn hoek. Oh. Is het weg? Surprises zijn altijd best wel kut om te doen. Ik weet nooit wat ik precies moet geven of wat ik moet maken. En vorig jaar had ik daar een ideale oplossing voor. Toen had ik gewoon een video. Welke video? Nou, deze video. Van PostNL. Hallo, hier een speciaal bericht van Sinterklaas. Zo, eens even kijken wie we voor ons hebben. Ja, ik zie het al. Jij bent ontzettend lief geweest dit jaar. En daarom heb ik natuurlijk voor jou dit jaar ook weer cadeautjes meegenomen. Ga ze maar gauw halen. Ze liggen in de badkamer. Je bent zo ontzettend lief geweest dit jaar. Kijk maar in de badkamer. Ik denk heel vreemd, ik ben zo benieuwd wat Bardolf hierop zou reageren. De badkamer? Maar daar trap ik niet in. Kom op. Deutschland, dat bedrijf heeft een service op de site waarbij je Sinterklaas een boodschap kan laten inspreken voor iedereen, althans op een pagina. Focus, kopie erbij. In ieder geval moest ik dus een surprise doen voor Stefano. Alleen, ik begreep niet helemaal wat de surprise is. Ik dacht, surprise in het Engels, verrassing. Ik moet Stefano verrassen. Dus dat deed ik ook. Ik ging Stefano verrassen. Surprise! Sinterklaas! Dat is geen surprise, man! Fuck! Sorry. Dat was niet helemaal de bedoeling van de surprise, dus wat denk je dat ik doe? Ik verras hem nog een keer! Oh, eindelijk rust. Lekker boekje lezen. Hey man, ben je klaar voor je surprise? Ik neem die wel. Ik heb een aansteker. Nee, wacht, ik doe het anders. De derde rand werkt het veel beter, kijk! Gast, nee, was het dat? Branden! Oh, hij gaat lekker! Fuck! Ik haat je surprises, man! Het is een lekker kampvuur! God, kijk dat! Oh, heerlijk! Ik hou van Sinterklaas! Ja. Ik zit te bedenken, ik moet een leuke surprise maken. Ja. Maar ik wil eigenlijk echt een hele grote banjo wil maken. Weet je wel, echt zo'n massief grote banjo waarvan ik dan denk van... Boah, wat een enorme banjo, zeg! Waar ben ik? Oh, hey, welkom terug, Stef. Je bent weer wakker. Ik heb je ontvoerd voor je surprise. What the fuck, gast? Dit is toch geen fucking surprise, man? Ja, sorry, het is verrassing. Fuck! Surprise. Waarom boos? Ik doe ook mijn best voor je surprise. Ondankbare lul. Ja, ik ben niet heel erg goed met surprises of dingen geven aan anderen. Vroeger was het ook heel anders, hè. Toen kwam Sinterklaas naar jou toe en gaf Sinterklaas jou een cadeau. Wacht, is het 5 december? Dan krijg ik een cadeautje van Sinterklaas. Hé! Hey! Wat? Fijne Sinterklaas, sukkel! Oh. Knock-out. Weet je hoe hard dat cadeau in mijn gezicht kwam? Ik heb 4 weken op straat rond moeten lopen met een stijve... Nek. Een stijve nek. Oké, stijve nek. Ah. En ondanks dit alles doe ik nog altijd elk jaar weer netjes een wenslijstje in mijn schoen. Zodat Sinterklaas weet wat ik wil. Lieve, mooie,
knappe Sinterklaas met je o zo mooie baard en grote staf. Afgelopen jaar ben ik een heel lief jongetje geweest. En heb ik ook mijn best gedaan om iedereen in mijn buurt te helpen. Mijn mama heeft me gezegd dat ik één grote wens mag opschrijven op dit papier. En dat jij die wens uit gaat laten komen. Ik heb er heel veel nachtjes over geslapen, maar ik weet eindelijk wat mijn wens is. Kan je mij helpen met mijn wens uit laten komen? Liefs, Bardo. Doei! Hij heeft zich toch niet echt op mijn schoenen afgetrokken. Oh! Hey, ik kan je zien, hè? Wat de fuck is er met hem aan de hand? En mocht er nog iemand zijn die kinderen wil met Sinterklaas, je kan mijn schoen kopen op Marktplaats. Stinkt een beetje. En plakt net iets meer. Het rare aan dat moment was eigenlijk wel dat de volgende dag Sinterklaas terugkwam. Zo. Kijk eens wie het is. Ja, man, ik weet het is een beetje... Een beetje raar, maar... Heb ik hier vannacht wat laten liggen? Ja, je mijter, die... Wacht even trouwens. Is Sinterklaas kaal? Ja, ik ben een oude man. Ik heb ook een kaal plekje. En trouwens, moet je niet eerst wat zeggen van gisteravond? Hey, het is godverdomme mijn verjaardag. Volgens mij moet jij wat tegen mij zeggen. Fijne verjaardag, maar mijn schoen die zit helemaal onder jou. Maar ja, hou gewoon je voetfetish thuis. Oh, wat nou man? Jij krijgt een cadeautje en ik spuit je schoen vol. Win-win. Ik kan niet meer lopen in mijn schoen. Straks wordt mijn voet nog zwanger. Weet je, mag ik anders gewoon mijn mijter terug? Ik heb een heftige avond gehad. Ik trek het niet. Weet je wat, het is goed. Hier heb je je stomme mijter terug. Er zit nog wel wat op van gisteravond, maar ja, hier. Thanks man, ik zocht wel een tijdje. Kale plek is weg. Volgens mij staat mijn paard nog bij je buren. Wat een lul, hè. Oh. Tja. Amerigo. En ik heb nooit iets teruggekregen van Sinterklaas. Althans, tot niet zo heel erg lang geleden. Oh! Wat is dat? Voor Bardo? Gedichtje. Lieve Bardo. Sint wil sorry zeggen voor alles wat er gebeurde in je huis. Wat er met je schoenen gebeurde, was alles behalve pluis. Sint heeft je gevolgd en is overal met je meegegaan. En zag hoe jij de surprise op ongeluk verkeerd hebt gedaan. Dat is geen surprise, man! Stef ging vloeken en rende weg, laaiend, o zo boos. En jij stak nog wel zoveel werk in je cadeaus. Waarom boos? Ik doe ook mijn best voor je surprise. Ondankbare lul. Dus je schreef een brief, die deed je in je schoen. Toen Sinterklaas die las, wist hij meteen wat hij moest doen. Dus kijk maar in de zak, als je het ziet zal je het begrijpen. En mocht je nog wat tijd over hebben, kan je mij dan weer eens komen bij... Oké, genoeg van de brief. Het zal toch niet... Perfect! Dit is het cadeau wat ik altijd al wou. Nou Stef, volgende keer dankbaarder voor de surprise. Vaarwel! Mul! Wat zei je? Fire move is you, did it again, you did it again, man. Woo! Conclusie van deze video is dat als je Sinterklaas pijpt, er niet altijd wat voor... Nee, dat gaat niet. Zelfs Sinterklaas kan niet zomaar jouw schoen neuk... Nee, dat gaat hem ook niet worden. Helle. Niet alle stoute kinderen belanden in de zak van Sinterklaas. Sommigen zuigen hem gewoon leeg. Oh, oké, kan je niet doen. Ik weet niet zeker wat het idee van deze video was.
maar het is wel gelukt. Sperma zit erin, Sinterklaas zit erin, geweld zit erin en nog meer sperma zit erin. Top video, wat wil je nog meer? Like! En abonneer hier beneden op het knopje abonneren te drukken. Dan is het nu tijd voor de roar, oftewel de reactie over alle reacties en dat is... Ashwin heeft zijn rijbewijs gehaald, jongens. Ashwin heeft got his driver's license, fella's. Ik weet zelf ook niet heel zeker waarom dit nou per se de reactie over alle reacties van deze week is, maar... Als je beter kan, doe het dan ook hier beneden in de reacties. Geef vooral een dikke like en abonneer hier beneden. Hey! Hé, wat? Fijne Sinterklaas-sukkel! Niet alweer.